Het burgerberaad heeft zich gebogen over de vraag, wat zou nou het beste afvalsysteem voor de gemeente Heemstede zijn? En hoe kunnen we nou het beste de doelen bereiken die we met z'n allen hebben om echt minder afval met elkaar te produceren? Maar soms zijn er gewoon onderwerpen die de moeite waard zijn om terug te leggen bij de inwoners. Omdat de inwoners als dagelijkse consumenten van het beleid van de gemeente ook hele waardevolle dingen kunnen vertellen. Die ons helpen om betere besluiten te nemen. Ik zou zeggen, doe mee. Ook omdat het een bepaalde samenhorigheid creëert. Het gevoel dat je echt gezamenlijk met iets aan de slag gaat. Democratie wordt heel tastbaar in de burgerberaad. Het is bewonderenswaardig hoe uit die hele groep, en ook heel veel stokpaardjes die er zijn, uiteindelijk de common sense, de consensus overwint. Zodat er uiteindelijk toch een aantal adviezen uitkomen die kwalitatief veel hoger zijn dan ik eigenlijk tot vanochtend had gedacht. Het burgerberaad van Heemstede heeft zojuist gestemd over de adviezen waar ze de afgelopen 5 bijeenkomsten keihard aan hebben gewerkt. En 10 adviezen die hebben we aangenomen en die gaan we straks aanbieden aan de gemeenteraad van Heemstede. Ik kan alleen maar gewoon tevreden zijn. Ik ben echt heel blij met die hulp. En ik hoop ook dat voor de raad dat wij nog de kans krijgen om met de mensen gewoon te praten en nog persoonlijk te bedanken. Want ik vond het echt een plein voor de inzet. Dit is een van de mooiste ervaringen. Ja, die ik meegemaakt heb, meedoen met de democratie en meedoen in je stem laten horen. En ook zoveel informatie binnenkrijgen en sociaal bezig zijn. Ja, mooie, beter kan het eigenlijk niet. Ik ben heel blij dat dit advies er ligt. Ik vind het heel bijzonder dat zoveel mensen zich zoveel uur hebben gebogen over toch wel een ingewikkeld onderwerp. En dat ze ook echt tot 10 adviezen zijn gekomen die fundamenteel zijn. Niet alleen het laaghangend fruit, maar echt gaan over het systeem. Ik heb net best wel wat deelnemers gesproken. Die zijn ook echt allemaal enthousiast. Die vonden het een fantastische mogelijkheid om hun betrokkenheid bij het rijlen en zeilen van de gemeente te laten zien. Het was zeer positief en ook vooral een grotere bewustwording. En juist door de adviezen die we met z'n allen hebben kunnen geven, zijn die adviezen echt concreet en aangescherpt geworden. En denk ik een hele goede basis voor de raad om op te kunnen pakken en ook echt in concrete acties te kunnen laten uitvoeren.